Kijk hoe deze meid klimt, hè? Ja, echt. Ze gaat ervoor, dat is een klein apie. Nou, doe eens niet zo gek. Meid. Lekker dingetje. Zeg maar mama. Hè? Ga je goed? Nou, hoe het gaat hier. Ogen zijn wat dik, paars. De dikheid gaat nu ook in mijn wangen. Hoe noem je mij? Die Bobby. Bobby de konijn, daar lijk ik op, hè? Mama. Oh, mama, mama, mama. Ik wil zo graag mijn kinderen kussen, maar gisteren ging ik dichtbij Harley en deze zo pok. Oh, ik moet een beetje tegen mijn neus aan. Dat doet pijn. Ga jij poepie doen? Ga je poep op de po? Moet je de luier uit? Gaat hij nou echt poepen? Hij doet net. Je piemel zou in de pot moeten, maar je hebt nu gewoon al je kleren nog aan. Waar ga je nou weer? Nou, gewoon stampen ook met die flatties. Smek, 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 smek. Die poetjes op de grond. Je bent een typetje, hè, jij? Mm-hmm. Ja, kijk hem, nee. Je bent zeker een type. Nomi, ben je klaar voor je oma morgen? Ja, je oma komt morgen terug van vakantie. Dan hebben we weer... zeg maar geen rust. Geen rust. Ja, meer commentaar. Maar ook meer handjes, meer hulp. Ook dat. En ook wel lachen. Het is ook lachen met die vrouw, hoor, met Ellie. Dus zo moeten we het ook wel in. Sorry, mensen. Je bent bezig, hè? Oh, wil je een lammetje? Misschien. Ten, 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 ten. Wat? Kijk, helemaal enthousiast. Leuk, speel maar. Waarom zit die doek erop? Wat is die doek? Hij doet het zeg maar spetteren net uit het naadje. Oh, en dat is niet lekker voor overal koken. Ja, ik snap het. Nobi vindt het ook heel interessant. Wauwie. Mijn hele gezicht is natuurlijk zwollen. En een meid die ook haar neus had gedaan, via haar was ik gekomen bij die arts. Die zei dat ze goed zijn tegen de zwellingen. Dus ik ga Adriana deze willen halen. Ananas en celery. You test first. Oh. Ja, is ook goed voor jou en je baby. Het ruikt niet zo lekker. Nou. Is oké. Nee, het is wel heel heftig. Dit kan je echt wel drinken. Zeker. Ik proef vrij weinig. Oh. Ik proef helemaal niet zoveel. Ik hoop dat het terugkomt. Dat is niet zo mooi. Ik proef geen selderij, want ik proef wel echt die na smaak helemaal. Amper. Dat eten. Liters kan ik ervan op. Snap je? Ik kan het hele ding op in één keer. Laatste flesje van de meid preppen. Ik heb de kleren voor de jongens al klaargelegd morgen. Ik heb Frankie zijn brood en fruit al gemaakt. Dat ik er slim aan doe. Omdat ik het idee heb, vandaag wordt het allemaal wat gevoeliger, hè? Mijn neus begint ook een beetje dicht te raken. Sorry, niet smakelijk. Wel de realiteit. Ik wil gewoon wel blijven ademen in de nacht. Want die nachtrust is heel belangrijk. En ik merk dat het twee nachten best redelijk gegaan is. En ik hoop vannacht een beer te pakken. En dan die zwelling een beetje afnemen. En dan een beetje alles zo, ja. Dus alles in orde is, nee. Nee, dat duurt sowieso nog een week of twee, denk ik. Ja. En dan bekijk ik het waarschijnlijk optimistisch. Want het moet ook allemaal echt... minder worden die blauwe plekken. Niet dat ik met een beetje blauwe plekken niet de straat op durf. Maar dat je ook je secure voelt. Ja, dan zit het vocht waarschijnlijk hier bij mijn sleutelbeen of zo. Maar dat gaat een keer omlaag. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar het eindresultaat. Als altijd over 2 weken of over 8 dagen wanneer het eraf mag ook nog niet zijn. Nee, je moet gewoon geduld hebben met dit. Ja, niet mijn beste eigenschap moet ik zeggen. Hé, hey, jij daar. Frebellini. Ben je ready voor je laatste fles? Ik leg het gewoon op de grond soms hoor. Ben ik daar bezig in de keuken. Soms begint ze te rollen en te doen. Ik denk, nou, dan lig je al op de grond. Soms zit ze op die tafel en dan denk ik, ik rooi eraf. Nee, dit is veilig. Huppatee. Zie je Frankie? Ja, hè? Frankie Lulu uitlaten, hè? Ja.
Zie je die dikheid nu je zo naar beneden trekt? Ik zag het gisteren. Dat krijgen jullie die appelwangetjes. Gezellig. Oh, die zal wel denken, ik weet niet wie die vrouw is, die altijd met een fles geeft. Die is je mama. Noof, rugtas om. Ga je rugtas om doen? Ja. Kom, want we gaan open. Deze toch? Kom maar dan. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ook. 1 en 2. Huppe. Zo, huppatee. Waar ga je naartoe? Opa. Naar opa? Ga je zo naar opa? Met Thijs. Met je tas? Ja. Oké. Okay. De groeten. Doei. Doei, hou van jou. Ja. Hartje, maak hartje met je handen. Oh ja, je doet het. Heel goed. Dit is het hartje, Nopie. Dit. Zo. Vingers tegen elkaar. Doe maar zo met je handjes zo. Hartje maken. Heel goed, jongen. Doe groeten, doei. Doei. New nose, new me of zo. Ben je lekker bezig, hoor. Boven alles even aan kant gemaakt. De was opgeruimd. Nieuwe was uit de droog gehaald. Ga ik straks vouwen. Alvast eten maken. Ook al komen die meiden vanavond laat thuis. Tenminste, ik denk verwacht dat ze hier rond 8:30 pas binnen zijn. Het is toch lekker als ze dan een warme hap staat te wachten. Ja, meid. Tweede flesje van Harley net ingeknald. I'm on a roll. Ik voel me goed. Ik moet wel straks weer twee paracetamol erin knallen. Ik wil me ook zo blijven voelen. Dus medicatiegehalte op peil houden, zeg maar. Knoflook, ui, rood pepertje. En ik ruik gewoon niks. Ik ruik nul. Ik kan inhaleren, maar ik ruik het gewoon niet. En het komt terug, toch? Nou, ik moet zeggen, bijna alle was weggewerkt. De kleine ligt even te slapen. Ik heb even gedoucht. Meel was erin geknald. Nou is bed verschoond. Eventjes een rondje om alle... in alle kamers gemaakt. Of het allemaal in orde is. Ik heb mijn schoonmoeder. Ze vindt het lekker als ik thuis kom in een schoon huis. Ik heb zelfs de mat beneden. Bij de voordeur. Aan de binnenkant even met een of ander apparaat van haar. Dat zuigt dan ja, een soort van kruimeldief zonder elektra. Ik weet niet of het door de medicatie komt. Maar ik heb al 2 weken een beetje last van een opgezette buik. En keutels. Echt plop, plop, plop. Gewoon, ja, hoe noem je dat? Bonken. Die waar je vroeger mee speelde op het schoolplein. Eentjes, 4 eentjes, 1 bonk. Zoiets, whatever dat het was. Maar ik heb niet geen pijn in mijn buik. Ik doe het geen mensen op druk. Maar ik heb wel zoiets van... Het was splatter een paar weken terug. En nu is hij opgezet. En nu denk ik, waar komt het nou van? Je wilt niet iets negeren wat heftigs kan zijn, weet je wel. Je moet wel luisteren naar je lijf. En als er iets is, je moet niet te lang wachten met dingen. Vind ik slordig. Soms zijn mensen te nalatig geweest en die kunnen het niet navertellen. Wie weet wat ze hadden kunnen voorkomen. Dus ik denk dat ik maandag gewoon even bel met de huisarts. Van, ik ben een kortstondige zwangerschap van waarschijnlijk een harde, droge hooibaal. Kun je me helpen ermee? Update, nossel en ogen. Oh, kijk, we gaan nu ook in de groene. Ja, we gaan nu ook in het groene segment. En het zakt nu een beetje naar beneden hier. Oh ja. Ja, precies. Die neus staat echt nog omhoog, jongen. Ik zit nog honderden video's te kijken van mensen die het gedaan hebben. Van, oh, het zakt nog en het zakt nog en het zakt nog. En dan denk ik, ja, het zakt, hè? Dankjewel. Dat is een fijne reassurance. Dat zei die arts zelf ook. Het zakt nog, het zakt nog. Ik heb echt behoefte om dit te doen. Help wel even. Niet doen, niet aan zitten. Dat is niet de bedoeling. Hebben we deze ballon voor welkomstcadeau voor of is die voor Novi eigenlijk zelf? Eigenlijk was het welkomst, maar ik denk niet dat hij het gaat geven. Nee, hij gaat niet geven, hè? Nee, hij gaat er nu ook vandoor. Hij heeft ze gespot. Eindelijk. Kijk ze, oh, ik heb ze echt lang niet gezien. Kijk ze, joh. Oh my god, ik wow. Ken jullie bijna niet. Even opnieuw voorstellen. Ik ken jullie bijna niet, oh my god. Er zijn veel spullen die we moeten bergen in 2 auto's. Show de youth, die lopen nu in 1 keer. Zie je dat? En was hun 3 ook, hè? Wauw, gaan we dat doen? Harley, gemist, hè? Gemist! Ik moet goed toegeven, Harley denkt wel. Ja, wie zijn ze? Ja, ze is even in de shock. Even in de war. Wie zijn ze? Papa! Ga je dat? Ze kijkt echt zo van. Ze kijkt echt van. Harley, je bestie, je bestie. Maar ook zo, met 3 ogen. Ja. Je handen over elkaar. Kijk, je hoeft me niet op je aan te raken. Het hoeft niet als je niet nodig. Oh, doe maar niet, denkt ze. Laat maar los, laat maar los.
Kijk, ik ga het niet doen. Hoofd is gewoon heel erg blij dat hij echt zo kan klimmen. Lekker zitten, hè, vriend? Lekker zitten, ja. Nou, rij je maar. Frankie, hoe was de weekend? Oh, je bent er toch wel. Ja, hoe was het? Heel goed, hoor. Ja, hoe zong hij? Hoe was de show? Heel goed. Ben je moe? Ja. Ja, schatje. Dat snap ik wel. Novi heeft een skateboardje gehad. Jij moet het hem laten leren, want anders breekt hij zijn kaak, denk ik. Dus ze is hier aan het slapen. Nou, ze komt zo thuis. Ze ging heel veel langs de salon rijden. Ze komt eraan, hoor. Ze komt er ieder moment aan. Zal ik een beetje erboven gaan? Zal ik je lekker in bed leggen? Ga je op mijn bed? Ik ga straks mijn bedje ook. Frank, we moeten... Kom maar. Kom eens even. Het is laag. Nee, maar ik wil je leren dat je moet proberen relaxed te zijn. Ook al ben je de enige grote jongen die daarboven ligt. Kijk, Novi ligt ook op daar, hè, in de kamer. Oh ja, papa gaat ook slapen. Maar probeer eens een beetje relaxed te zijn als wij hier beneden zijn. Want er is niks. Het is alleen de zon is aan de andere kant van, de, van het sterrenstelsel. Maar voor de rest is er niks anders aan de wereld, hè. Ja. Het is donker. Ja. Dat is het, schat. Ja. En geniet van dat je naar de weekend was. I can feel my face, my darling. Yeah. Wat zit je nou hier? Ik zit bufstuit, ik ruik het zelf niet, dus sorry. Zong je dat liedje? I can feel my... Zong je ook... Ik zong niet trouwens, ik kan nog niet de muziek een beetje onder mijn knie. Je hebt het nog niet helemaal onder de knie? Ja. Nee, oké. Maar hoe zong je live? Was het goed? Was het mooi? Dacht je echt wow? Ja, het was echt veel Amelia's. En kijk. Maar dit had... Oh, dat maakt een soort van licht. Waarom fluister je? Voor wie fluister je eigenlijk? Bij hoeveel. Maar oké, nou, zal ik je dit... Ik dacht dat die andere ook... Nee, ze komen zo... Ze komen zo. We hebben ze opgehaald, samen gegeten. En toen wilden ze even een rondje langs de salon. Langs Ellie, het nieuwe huisje. Nog eventjes van, hey, even kijken hoe alles hier is. Zal ik hier naar boven gaan? Hey, schat. Hey. Hoe was het? Geweldig, geweldig. Geweldig. Maar ik was helemaal kapot. Hij viel echt schattig. Dus we hebben eerder gegaan, een kwartiertje of zo, 20 minuten. Oh, maar hoe vond je de show en het licht geweldig, en de dansers geweldig. En de zang? Veel tracks die echt, ja, veel hits hoor. Ja, hè? Dit was voor jou eigenlijk, hè? Ja, klopt, ja. Dit was eigenlijk voor jou, maar jij moest weer iets anders doen. Ik moest een andere... Je hebt een leuke dan voor mij gekregen. Geweldig, ja. Maar ik vond het ook leuk met mijn zoon. En wat je ging je hapje eten ervoor? Was ook ja, leuk? Slecht. Geweldig slecht eten. Geweldig slecht eten. Ja, nee, dat is niet normaal. Het arrangement werd verkocht met diner. Nou, echt, het diner. We kwamen aan. Het was echt... In drie bakken zat het. En één bak was leeg. Toen vroegen we, wat zit erin? Vis, ja. Kun je die vis aanvullen? De vis is op. Oké. En dat was eigenlijk gewoon... En daar hadden we nog... Wat een slechte Speklappen. Speklappen in de jus. Plakrijst met champignon. En dat was het. Nee. Serieus? Met broodje. Een soort van tosti. Nee, dat is ook echt. Dat mag je niet als diner. Nee, zeker niet in een arrangement als je dat betaalt, die prijs. Oh. Dus ik ga wel een noten sturen. Van een film. Ik vond dat echt tegenvallen. Ik vond het echt zwaar tegenvallen het eten. Maar ik heb echt. Showtje. Heb je mijn story gezien ook? Nee, ik ben helemaal niet op mijn telefoon geweest. Ik zit een beetje lekker te dutten op die bank daar al. Oh, hier kwam je op. Ja. Ja, lichtshow, hè. Kijk die mensen, jongen. Hey, doe me denken aan Drake. Dit ook zo'n maan, toch? Mm-hmm. Kijk, dit is wel dik hoor. Dit in de fik. Ja, een soort van een stad dat helemaal yeah. In de vet hoor. I'm fucked up, it's the real me, yeah. That's fine. Ja, dat is gewoon ja, wel hard. Ja, gemist. Ik heb gemist. Ja, je hebt zeker gemist. Dat is echt gewoon. Je vader lijkt een klein beetje op een soort van, een hoe noemen we het, een beetje een sexy Simbad. Vind je dat een leuke locatie? Is dat wat je bedoelt? Ja, zeker. Ja, nee. Ik vind het ook een leuke locatie. Wauw. Je moet, lieve schat, het begint bij jezelf. Hè? Je moet jezelf voelen. Als jij jezelf voelt, voelt niemand jezelf. Klopt, nee. Jou. Ja, jezelf, je jou. Hebt gelijk. Voel jezelf. Je bedoelt een neus. Wat zegt ze? Je bedoelt je neus. Oh, voel je mijn neus nog niet? Nee, dat snap ik. Nog een beetje rekker. Ik hoop echt niet voor je dat het niet is hoe het is, want dan ga ik er ook niet meer terug. Dat komt helemaal goed, schat. Hef feet.
Dit is net echt een lijfhek van mijn schoonmoeder. Dit moet je vullen. Ik heb van Instagram. Ja, oké. Okay. En dan vul je het en dan zuigt ze het eruit en dan denkt ze... Maar wel groter maken dit natuurlijk. Ja, anders komt er geen niks uit. Bal uit. Kijk, shit, ik ben gefopt, man. Tori, ik ben ingestonken. Gewoon water een beetje. Nee, dat is niet gekookt. Maar 7 maanden, ik denk dat ze het wel kan. Mama, ik denk dat haar lichaam nu sterk genoeg is. Mama, ja. Wat zeg je? Wat is Elm? Elm? Is het eng? Ja. Is het eng? Kid Danger vind je eng? Ja. Het is misschien wel spannend voor jouw 2-jarige ogen, ja. Het is sick. Ik bedoel, zo'n man in zo'n pak, ja. Dit geloof je toch niet? Zaterdagavond, file. Je zegt elke dag file, echt. Ik zeg het je, zelfs, ik kom een half uur van tevoren bij AFC. Ik heb nog maar 4 minuutjes. Ja, moet je op tijd weggaan met papa en dan hier altijd druk, hè? Jammer is dat. Lennox zal straks ook gewoon thuis zijn. Maar ik denk, je wil vast natuurlijk snel herenigd zijn met je bestie, hè? Dus ik dacht, ik ga alvast erheen. Want anders zou je pas vanavond laat naar Lennox gaan. Maar je wil alvast, hè? Het is leuk, hè, dat ik je nu breng, toch? Mm-hmm. Dus weet je, ik doe een beetje moeite. Dank je wel. Graag gedaan. Thanks dat je het erkent. Geloof me, ik zou nu liever op de bank zitten met een ijsje tegen mijn snuffertaart. Wat voor ijsje? Ja, maakt niet uit. Ik proef niet heel veel met die neus nu. Maar iets wat verkoelt, dat zal chill zijn. Gewoon met mijn dikke Miss Piggy neus. Ik heb precies ook Frankie afgezet voor de deur. Ik denk, ik ga niet naar binnen. 28 minuten naar Noord, ja, het was ver. Maar het ging me er vooral om dat ik dacht, ik krijg allemaal vragen. Lennox keek me aan en zegt, wat is met jou gebeurd? Ik vind het heel schattig uitleggen. Mijn moeder, niet zo goed ademen. Dus een neusschot. Ik denk, ja, precies. Leg maar uit, vriend. Helemaal top. Precies dat. Gaat Novi slapen? Mama, hè? Ga je lekker slapen, jongen? Hey, Pikkemoos. Beestjes. Wat zeg je? Beestjes. Beestjes, alle beestjes in bed. Ga maar liggen. Ga ik het bij je zetten. Ga maar liggen. Liggen die kant. Ja, je moet wel. Alles heeft een... Vooral deze Dagoe is zijn favoriet, yeah. De Husky. Die moeten we hier zo zien. Oh, je hondje, Noof. Woef, woef. Kijk hoe strak die wordt vastgehouden. Te cute. Deki? Ja, Deki. Deki, het bloed heet, man. Dat is heet. Is warm. Hier dan. En je hebt hond. Doe me zo'n hond. Goed. Ja? Lekker jappen? Happy jou. Zap lekker nou. Dat hij niet meer kan praten dan, hè? Zo van, ik lig, ik ben... En heel veel doet hij. Oh, ja. Hij is gelijk moe, zo genoemd. Ja. Zo, lekker alles op. Raampjes open. Wat is het? Raampje open? Novi chicks, love you! Wil je het open hebben? Ja, open, ja, want hij heeft toch een klamboe. Dan wordt het een beetje cool. Lekker slapen, vriend. Mooie dromen? Nee. Nee? Nou, oké, dan niet. Stel route. Help je El. Help je nou? Ja, je kan proberen El, maar geef het op. Help je nou? Wat zeg je dan? Doei! Pyjama. Dacht ik dat ik Frank had afgezet? Nee, dat dacht ik niet. Dat had ik echt gedaan. Mijn vriendje. Bij Lennox natuurlijk. Zijn bestie. Ik noem ze ook wel eens Frenox. Belt hij me via Natalie, de mama van Lennox, haar mobiel. Mam, ik heb een beetje heimwee. Ik zei, oh, wat is er dan, schat? Ik ben bang dat je op je neus gaat vallen. Arm kind. Ik kom net binnen. Dus ik zeg, nou kom maar schat, gaan we meteen lekker douchen bij je schoon. Mag je nog beneden even lekker op de bank zitten bij mama? Hij zegt, kunnen we straks even heel erg goed knuffelen? Ik zeg, natuurlijk, dus ik pak hem meteen vast. Hij zegt, ja, ik was ook verdrietig omdat ik me opeens realiseerde dat ik straks ouder word. En dat ik straks als ik groot ben, dat ik niet meer bij jullie woon. Jongens. Oh my god. Ik wil daar niet eens zelf aan denken, maar waarom doet mijn kind dat al? Ik zeg, maar maak je niet druk. Kijk hoe Ellie en Brianna en... Weet je... Oké, Ellie is een laadbloeier. Ze heeft een huis, het komt goed. Maar ik zeg, kijk, en Brianna, die gaat straks ook samen wonen met Mark. En kijk hoeveel ze nog met ons is en bij ons is. En die gisteravond ook nog hier met ons. Dat is gezellig. Dat ze allemaal hebben opgehaald. We blijven veel samen. Hij zegt, ja, we blijven altijd samen. Ik zeg, maak je echt niet druk. Ik heb zo'n gevoelig kind. Echt. Oh. Vind ik ook gewoon een beetje sneu. En wel mooi dat hij zo dicht bij zijn gevoel staat. Ik denk, hou dat vast, jongen. Echt. Hou dat vast. Ook als je straks een wijf hebt die loopt te zeuren omdat er ene sok gekrompen is in de was. Als ze dan huilt, hoop ik dat hij dan net zo gevoelig blijft.
8 uur begon de weekend en je viel gewoon in slaap. Dit is gewoon mijn eerste keer dat ik ook naar een concert ben. Dit is ook mijn eerste keer. Wat deed je ervoor? Toen denk ik echt, oké, blijf wakker. Blijf wakker, oh my god. En een beetje meer in een ritme, een beetje in, weet je, met een muziekje. Ja, ja. Blijf bewegen voor je te slaan. Toen zei ik wel, oké, kom maar ons goed. En toen was het klaar. Toen had ik mijn hele hoofd opgedrukt. Je lijkt oma wel. En toen moest ik nog even lopen naar de auto. En toen was ik wel echt kapot. Oh. Ja. Wil je ook praten, meid? Hi, hallo. Hi. Wat zeg je? Mama. Maar goed, hè? Spartelpootjes. Hey, je kan goed zingen, maar het was super saai. Piano. En elk nummer af. Het was echt. Oh. Elk nummer maakte ze af en op een gegeven moment. Nee, ik vond het ook echt saai. Saai vond je? Ja, terwijl ze echt goed kan zingen. Ja, maar het piano. Het was gewoon nummer 1. Maakt ze af helemaal. Dan gaat ze met 2. En dan gaat ze gewoon. Het is niet van half met je mode iets. Nee, gewoon. Nee, maar het is een balling. In and out. With you. Zo, ik ben blij. U vertelt eigenlijk, door die piano ben ik in slaap gevallen, dus het is goed met die piano. Tun. Het is geen opzettelijke muziek ook, hè, natuurlijk. Nee, maar dat is het. Als je zo bij Bruno Mars, je kan niet in slaap vallen. Maar Bruno Boy kon het toch niet? Nee. Borne Boy niet. Mama wel. Was die gekomen niet? Nee, was die gekomen, ja. Ja, ik moest meteen denken. Die mensen struggelen ook met... Ja, er zijn ook wel mensen, maar je weet niet waar. Misschien je weet niet, waar die in zat op dat moment dat het hem niet lukt, hè? Want iedereen zegt van, ja, hij heeft laten zitten. Natuurlijk, hij heeft je laten zitten, maar de reden wat erachter gaat, weet niemand. Maar pas om 11 uur heeft hij verteld, hè, dat hij niet meer kwam. Je weet niet, je weet niet waar iemand in zit. Misschien heeft iemand een psychose, weet jij, een paniekaanval. Sinds ik in zie hoe het ook het spannend is voor jou en zo, heb ik wat niet begrepen, hoor. Het is lullig als je daar staat op dat moment, maar dat wel. Maar je weet niet waar iemand doorheen gaat. Misschien hè, heeft hij wel zo lang mogelijk geprobeerd en uitgesteld en dacht hij, wacht, geef me nog even een half uurtje, misschien kom ik bij. Ja, ik had wel wat met hem te doen hoor. Ik dacht, je weet niet man, die mensen hebben ook druk, al die druk, moeten presteren. Maar het is alweer een nieuwe datum hoor. Het wordt al 14 of 20 juli geloof ik of zo. Ja. Dan moet je je dan weer toezetten. Ja, en dan, moet je door het stof. Dan moet je iedereen helemaal proberen weer van, oh kijk, ik ben er. Ja. En dan moet je een showtje geven voor je leven. Ja. Wat heb ik genoten van dat concert, zeg. Ja. En we stonden ook zo dichtbij. Ja. Ik had het idee dat als hij zo deed dat het zweet van hem op mij kwam. Ik denk, ja man. Ja, Burner boy. We hebben wel gemist met de show van Beyoncé, dat ik begrepen. We hebben gemist, zag op Insta. Nee, hey, maar eerlijk. Dat was nog heftiger dan wij waren vorig jaar. Ik weet gewoon dat als je ook haar online dingen ziet of haar live shows, het is geweldig. Ik heb het een keer met Jennifer gezien, het is geweldig. Ze geeft de show weg, alles. De dochter kreeg wel commentaar, hè? Omdat die dochter... Ja, die kon dansen. Ze is net zo goed. Nou, weet je, dat vonden ze, van ze een beetje slap danste. Maar waarom? Is de dochter danseres of zo? Nee, ze gewoon dochter van, dus je bent gewoon erbij gezellig op tour laten gaan. Ook gewoon lekker. Ik ken de pasjes, ik ben er zo vaak bij. Niet in de avond, doen ze niet een dienstplicht. Nee, doen ze geen homeschooling. Ik vond het komisch, want die dochter was. De eerste zoveel shows was het zo van. Ja. En toen heeft ze commentaar en die avond en daarna was het echt zo van. Oh, echt? Daarna had hij confirmed. Wat ga je doen dan? Mijn vader is hier, mijn moeder is sukkels. Zo zag je er echt kijken van. Oké, ze hebben wel gelijk. Ik zou, ja, hier. Eat this. Denk je dat ik het niet kan? Met mijn vlechten. Ze heeft gelijk hoor, lekker dansen, lekker gaan. Ik snap het wel, dus je bent trots dat je kind en je, ik snap het wel. Ik bedoel, dus je hoeft niet, omdat je de dochter bent van, dan word je toch gewoon mee gewoon, dan mag je gewoon mee toch? Ja. Ik bedoel, die dochter van J-Lo had ook een keertje meegezongen bij de Super Bowl. Ook een kippenvel, maar ja. Ja, maar nee, om aan te geven, ik bedoel, helemaal kijk, sommige mensen hebben kinderen die je denkt, wow, die hebben talent. Ja, maar dan snap ik het. Ja, maar precies. Nou, het was niet slecht, maar ik vond het persoonlijk niet, ik dacht, oh ja, nee, dit moet je per se, het was wel gewoon, ik moet stoppen, ik ben klaar met commentaar, het was gewoon, zoals ik zei, ik kreeg geen kippenvel,
Maar het was wel cute, want het is wel de dochter van en om elkaar met je dochter daar staan. Ik snap het wel dat het een dingetje is. Van wauw, samen. Dus dat zou wel cool zijn. En dus het was niet dat die dochter niet kon zingen. Het was gewoon niet dat ik dacht. Maar ja, dat heb ik ook van J-Lo. Bij haar denk ik ook, ja. Als jij niet, als je niet zoveel billen had, weet ik ook niet of jouw muziek zo goed gescoord had. Want ze heeft gewoon. Het is net zoals Madonna. Ik vind J-Lo hetzelfde liever als Madonna. Echt gewoon een fijn geluid, maar niet dat je denkt, het geen Celine Dion, je gaat het niet heen voor je uithalen. En Whitney Houston en Mariah Carey. Maar J-Lo is wel gewoon die tunes en je wilde haar zijn en die dansies. Want ze is een goede danseres en je keek naar die clips en je dacht, wauw, ik wil een beetje van jouw flow. Dat dacht je bij Jennifer Lopez. Haar dochter zit trouwens ook in haar optreden. Nou, maar dat zeg ik je. Dus dat ook is, ja, ja. Maar die vader is Mark Anthony en die kan wel heel goed zingen weer. Ja. Ik vind het een goede lelijke man, maar je ziet wel niet sexy. Een lelijke man. Maar... Wat zegt ze nu? Lelijk, wel iets seksies? Ik begrijp waarom ze. Ze is allergisch voor tegenstelligheid. Ze snapt het niet. Wat is het nou, oma? Kies een kant. Mark Anthony lijkt een beetje op een skelettenhoofd, maar wel een soort van sexy vibe. Snap ik wel. Ja, ingevallen gezicht, maar hij komt ermee weg met die junkie look. Die heeft geleefd, hoor. Die heeft geleefd. Ik lag bijna mijn neus spalken af. Die heeft geleefd. Maar die was getrouwd na J-Lo met de Miss Universe, hè? Ja. Dan de krachtige vrouw altijd. Maar ja, logisch, als je zo zingt. Mi amor. Ja, oh, wauw, wat doet je oma? Oh ja, ja, kijk. Oeh, ja. Daar hengel je ze wel binnen. Zeker. Ben je wakker? Nee, ik ben niet wakker. Oh, je broer. Knuffelen met de zaag. Wat een welkom. Toedooi vandaag. Zal ik een ontbijtje voor je maken? Ja, ga doen. Dan kun je lekker goede brandstof in je buikje krijgen. Toch? Precies. Hele dag. Beginnen. Hier, dit is jouw pakketje. Ja, dit zijn knikken. Ja, ja, je gaat naar dat event, ja. Zo hebben we heel lang slaap gedaan met z'n allen. Harley en Jay en ik. Terwijl de rest met Frank naar een event waren. Hoeveel zijn jullie geworden? Ja, weet ik veel, iets van laatst of zo. Oh jee. Gewoon, het team was gewoon niet zo. Nee, ze waren echt niet trangen. Oh, ready. Ze waren niet trangen. Ja, zo gaat dat soms, hè? Ze waren net baby aan het baby leak. Mama. Jij wil eruit, hè? Jij gaat je kleren aan doen? Ik kom ook. Ik moest even mijn tanden poetsen en Deo opdoen. Hier, die ook al. Nou, ga je ik zeker niet doen. Je hoort net twee. Douchen. Je mag zelf alles uitdoen en dan ga je douchen. Oké, okay, zullen we ruilen anders? Ja, is goed. Ik geloof me, dat weet je niet. Ik vind als je dit netjes uitkleedt en je gaat douchen, dan ben je goed op weg. En dan kijk ik wel eventjes hoe wat. Niet op het bed gaan zitten met je viskleren terug. Hallo. Dat is ook die tranga. Oké, okay, doe niet zo agressief, joh, gekkie. Kom. Kom, Frankie. Nee, doe niet zo agressief, jongen. Oh, wauw. Ja, kom maar. Wie is daar? Je vader. Ja, ga je vader even groeten? Je hebt hem gemist, toch? Hij rent voor je weg. Dat is altijd, hè? Standaard, ja. Jij niet voor mij, toch? Nee, zeker niet. Dank u. Voorzichtig. Dank. Kijk ook wat een nieuwe emotie hier komt aan een soortige blauwe plek hier. Oh. Ja. Allemaal mooie welkomstigheden. Hele regenboog ga ik af. Even swirl, even de look. Pregnancy look, oké. Yes, loving it. Leg uit, wat dragen we? Het is een... Een t-shirt. Nou, was het een t-shirt hier. Kijk eens, open look. Wow, zie je dat? Juist. De details. Wow, passion. Sorry. Achterkant. Oeh. En een broekie. Lekker. Je moet wasgeven bij je moeders. Oh, wow, serieus? Is dat gebeurd? Kijk dan. Die hormonen toch? Wow. Zo, je kan bosbranden veroorzaken met die struiken daar. Zijn die hormonen, want het is iets gelaserd toch? En nu ben ik zeg maar, vergeet ik steeds dat er ineens haar is. En je mag niet laseren volgens mij. Ik weet het niet, dacht het niet hè. Maar het was gelaserd. Ja, maar het komt nu back to life, back to reality, back to the sun. Je ziet er ook goed uit. I love you. Doei doei. Heel veel plezier jongens, geniet ervan. Doei allemaal! Plezier, Frankie! Sorry hoor. Die was goed. Het was het handje op het borstje wat hem deed. Mensen reflecteren. Allee, je creëert een space waaruit mensen zich kunnen reflecteren over hoe het is
om in een organisatie te zijn, die emotional experience. En alles wat je daarvoor zegt zijn eigenlijk alleen maar bijvoeglijke naamwoorden. Goed, en het leidt daar naartoe. Duidelijk. Ja, je hebt gewoon een heel gaaf gezicht. Ik zou niet weten wat ik moet poederen. Jean, even ga zitten, alsjeblieft, zegt. Je moet wel weer. Ja, dus we zijn professioneel, ja. Maar we zijn vooral, we hebben plezier in wat we doen. Ja. En die mensen moeten het idee hebben van, oeh. Toegankelijk. Toegankelijk. Want we zitten natuurlijk wel mooi met een blouse, ja. En alles, maar ja. Je bent ook wel, je moet jezelf ook neerzetten. Ja. Kijk ik in de camera? Of ja, ik zou, of nou, misschien is het mooier. Kijk eens naar mij. Ja. En als je nu naar in kijkt. Is wel persoonlijker voor de kijker. In? Ja, erin. Ja? Erin. Okay. We gaan erin. Oké. Okay. Als je iets mist in de tekst. Ja. Dat je dan. Als je het gevoel hebt van wat ik nu zeg is niet compleet of zo. Ik moet nog iets toevoegen. Dan kun je het gewoon tegen me zeggen en dan kun je het. En dan nemen we het er mee. Ja, ja, want ik ga nog beauty shots draaien van je. Ja. Van je handen en zo op je knie en alles. En dan kunnen we zo knip en dan is het één geheel. Ja. En gewoon conversational. Gewoon conversational. Ondertussen hebben we... Half zes. Half zes moet ze eten. Novi heb al gegeten. We hebben de mensen gewoon naar buiten gestuurd, want we hebben deze plek nodig. Zie je een vogeltje ergens? Ja. En wat zeg je tegen de vogel? Mama. Vogel, kom maar. Mama. Kom maar naar beneden. Dan kunnen we met je spelen en knuffelen. Papa. Kom maar, vogeltje. Komen. Het is dat we hier in de schaduw zitten en een beetje een briesje hebben, maar ik vind het vrij heet hoor jongens, ben je van jullie? Ja, ja. Stel je hebt nu alleen een balkon vol in de zon, dan ga je niet zitten hè? Nee. Je smelt weg. Ja, wie heeft dat? Nee, maar stel. Nee. Stel je, voor hier boven. Ja, nou doe je toch niet? Dat mijn balkon vol in de zon is. Nou. Nee, want jij hebt een binnenhof hier. Oh, maar dat is juist een... Nou, hier bij... Hier, kamer. Ja, bij de rest daarboven die kamer. Niet te doen. Oh, ja, die. Niet leuk. Nee. Klagen we ook weer, hè? Oh, het is te heet. Ja, eigenlijk wil ik nu gewoon heel graag de mee-eters op mijn neus, die er 100% zitten, uitkrijpen. Wat zullen er veel blackheads op mijn neus zitten nu, hè? Mm. Wil je niet met zo'n instrumenteltje... toch? Even zo... Als dit af is, Ellie, dan gaan we even, hoor. Voelie. Je gaat even, schuur iets van mijn huid. Ik ga het schuren. Oh, ik wil zo graag een scrub. Welke behandeling ga je er geven, Ellie? Hydrafacial. Je zuigt die meters eruit, zoals je wilt. Ja, oh, lekker. Is dat beeld ook mooi? Daar zie je het inderdaad. Je ziet het afval in een soort van trechtertje. Gadver. Echt waar? De chunk. Gadver. Net zoals als je mensen vet weg laten zuigen, zie je toch ook zo'n trechtertje. Van, hé, hier. Hier is je bakvet. Je bent een lipo. Op je neus, oké, okay, en dan? En je wordt lekker gevoed, gehydrateerd, gescrubt zo. Zie je meteen effect? Is het gelijk effect? Dat willen we heerlijk toch. Heerlijk zacht en schoon. Maar ja, eerst ga je nog op vakantie zogenaamd, jij wereldmeid. Ja. Dus je bent net terug en ga je alweer naar Portugal, Afronation. Dat was allemaal niet zo gepland. Oh, huh? Hoe dan? Je hebt toch... Nee, ik zei precies wat Afronation was gepland. Mijn moeder wilde nog een keer op vakantie. We wilden niet in... in de echte zomervakantie, dus daarom... We zouden naar Maleisië gaan, daar zou je ook gaan. Nee, maar het zou ver uit elkaar zijn. Dus ja, maar toch. Yeah. Je zou twee keer gaan. Mm-mm. Hoe dan ook, je gaat genieten, meid. Je gaat Evernationen daar ook. Heb je outfits al klaar? Ik heb wel wat outfits, maar... En boys, misschien boys. Huh? Boys die daar komen, ze single. En ready to mingle. Ready to mingle. Ze wil zoveel dagger en twerken op Affirmation. Ik ga stuk. Ja, laat ze je iets murderen daar, ja. Lekker. Dancing queen. Ellie, neem olie mee. Je weet toch? Olie en... En gel. En gel. Waarom gel? Om te desinfecteren. Het is leuk als je een nieuwe camera hebt en je wil op de tijd inzoomen en hij snapt het niet zo goed. Nou. Het is kwart over één. Ik hang net mijn moeder op. Nou net, een tijdje terug alweer. Een uur met haar gebeld. Ze kwam terug van mijn tante. Die opgenomen is in een hospice. Ja. Ze ligt in een hospice, inderdaad. Dus dit is dan echt het laatste. Ze moest huilen aan de telefoon. Ik voelde heel verdrietig. Ze vindt het zo zwaar, ze vindt het zo verdrietig, ze vindt het heel heftig om te zien. Het leven is breed soms, hè jongens. Boah.
Huilen met zo'n neus is echt niet handig. Het druipt dan, maar dit is helemaal dubbel fun. Doe echt dit doen. Maar dat gaat nog niet. Ik heb met mijn mama te doen. Ik vind het zelf ook heel verdrietig, maar hoe mijn mama over mijn tante praat, wat ze voor de betekend heeft, toen ze jong waren. Pittig hoor. Ik kan me niet voorstellen dat ik zo aan het bed zit bij Annemarie. Zeg je, mam, eigenlijk wilde ik vandaag gaan, maar ik ging Jean helpen met die video opnemen, wat volgens mij heel goed gelukt is. Ik merk gewoon nog een beetje rustig aandoen. Soms wil ik die jongens optillen en dan denk ik, oh, boem, 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 kloppende neus. Denk ik, oh ja, moet zo rustig aandoen, hè. Ben er niet zo goed in. Maar ik denk dat ik morgen rustig wel die kant op kan gaan. Ik zei, mam, hoe laat ben je klaar met school? Ik hou je op, dan rijden we door naar Hedy, zo heet mijn tante. Ik zei, dan gaan we gewoon daarheen. Ik zei, ik wil ook nog de momenten pakken die we kunnen pakken. Ik wil hem vastpakken, ik wil in mijn oor fluisteren, ik wil hem kusjes geven. Ik wil het gewoon doen. Ik vind het ook zo heftig voor die kinderen, voor mijn neven. Dat je dat moet zien. Het is een heftige ziekte. Ik heb net een appje gestuurd. Dat kan je anders, een positieve krachten sturen. Ik wil helemaal geen snot nu in mijn neus. Er is al zoveel gaande. Maar ik had het gewoon moeilijk net toen ik mijn moeder sprak. Ik moest huilen, ik hoorde haar huilen. Ja, als je ouder wordt, ook als je jong bent hoor. Maar naarmate je ouder wordt, heb ik wel het idee dat je meer ziekte en verlies meemaakt. Omdat de mensen om je heen ook ouder worden en ook uiteraard niet het eeuwige leven hebben. Ja, genieten hè jongens. Ik zeg dat zo vaak. Geniet, geniet, geniet. Zelfs als het heet is op zo'n dag als vandaag. En je deel heeft een tamtoezware taak. Zijn de lekkerste Magnum ijsjes op net bij de supermarkt. En we moesten de minder lekkere nemen. Omdat er is een run op koele dingen. Met deze hitte. Geniet, geniet, geniet. Geniet, geniet, geniet. Ik wou het helemaal niet zo zwaar maken. Zo einde van de video. Wat luchtig doen van hey, bedankt voor het kijken, abonneer, like, subscribe. Maar het is iets zwaarder geworden, maar ik meen het wel net wat ik allemaal zei. Dus doe maar, klikken en zo. Dank je.